Hallo allemaal, als het goed is ben ik nu live te zien. Het is de eerste keer dat ik op deze manier live ga streamen. Dus ik wacht heel even tot dat goed werkt. Want dat is voor mij nog even afwachten. Volgens mij is het nu gelukt. Kan ik deze groter maken? Volgens mij wel. Yes, want ik heb jou nodig. Ik heb jou echt zo hard nodig de komende tijd. En dan vooral deze week. Dus elke week ga ik nu live om dat ook te blijven herhalen. Graag geen commentaar over deze trui, want ik weet Disney, Mickey Mouse, hè, fout. Maar daar kan Mickey ook niks aan doen. Mickey is ook gewoon daarin meegezogen. Dus mensen, laat dat even los. Deze trui staat voor het innerlijk kind dat in ons allemaal zit, dat zich niet gehoord en niet gezien voelt. Want ik weet, ook jij voelt je niet gehoord en niet gezien. En zeker nu, in deze tijd, waarin er zoveel maatregelen worden genomen, voelen wij ons niet meer gehoord en gezien. Ik klik even iets weg wat in beeld hier verschijnt. Dus ik wil je oproepen, want het is echt nu zo belangrijk dat we nu met z'n allen gaan samenkomen. En met z'n allen. Echt allemaal. En dit is vooral ook een oproep voor alle vrouwen die zich misschien minder veilig voelen om te gaan protesteren, demonstreren, hun stem laten horen. Dus ik wil vooral ook alle vrouwen oproepen om te gaan komen zondag 21 juni naar het Malieveld in Den Haag. Want we hebben jullie allemaal nodig. We hebben alle vrouwenenergie, ook mannen, maar ook alle vrouwenenergie daar nodig. Want ik geloof dat we nu op het moment zijn aangekomen van het tipping point. En in een andere video leg ik uit wat de tipping point is. Dat is het boek van Michael Gladwell over dat een kleine groep mensen het grote verschil kunnen maken en zelf kunnen zorgen voor een virusverspreiding. En daar zitten we. We zitten tegen dat moment aan. Dat weet ik echt. Dat voel ik gewoon dat dat gewoon aan de hand is. We zijn nu met zoveel mensen bewust aan het worden dat we het collectieve veld zoveel aan het voeden zijn. En ook het 100 apen effect legt dat uit. En dat gaat overspringen op andere mensen. En daar staan we nu. En zondag is het moment dat dat gaat gebeuren. En daar heb ik jou voor nodig. Dus kom alsjeblieft zondag naar het Malieveld in Den Haag. Dus ik zal hieronder ook nog een post plaatsen. En hoe je daar kunt komen. En daar zal ik ook nog uitleg over geven deze week. Maar dat is echt zo belangrijk. Dat jij nu je stem laat horen. En dat is heel spannend misschien. Ja, misschien heb je nog nooit gedemonstreerd. Ben je nog nooit naar een protest gegaan, maar het houdt niet. Het is helemaal niet zo spannend als het klinkt. He, dus je komt daar gewoon naartoe. Wat je zegt als je daarheen gaat, is: ik ben beschermd, ik word beschermd en ik ben geliefd. En je bent licht en liefde. Meer hoef je niet te doen. He, zoek een paar vriendinnen met wie je mee kan rijden of post iets op Facebook met mensen die je mee kunt rijden. Kom je alleen, verbind je met mensen daar. Iedereen staat daar open voor verbinding, want dat zijn de soort mensen die daar zijn. Het zijn allemaal mensen zoals jij en ik, die graag verandering willen zien. Dus verbind je met andere mensen daar, zodat je niet alleen bent en je bent niet alleen. We doen dit samen, dus wij gaan dit echt samen doen. Maar ik heb jullie allemaal daar nodig. Al jullie energie is daar nodig. En we gaan de energie verhogen. Ik geloof echt dat we nu op het moment zitten dat we dus dat grote verschil gaan maken. Dat kunnen we alleen doen als we daar echt met grote getalen gaan zijn. En echt iedereen, alle soorten mensen. Dus kom alsjeblieft. Ik neem even een slokje koffie, want het is nog vroeg. Maar ik voel echt die noodzaak om dus nu elke dag hier iets mee te doen. Vanavond heb ik een talkshow met Ramon Walter. Die is ook weer terug van even weg geweest van Facebook. Ook met hem ga ik praten over de film waar we in zitten. En welke actieve rol jij mag spelen en welke rol. Want je bent niet voor niets nu op aarde. 2020. Het is nu juni. 21 juni, ook een super speciale, bijzondere dag. Met een nieuwe maan. Er is zelfs een verduistering. En het is inderdaad de start van de zomer. Dat betekent dat de zon op het hoogste punt staat. En de zomer ingeluid wordt. Dus het is echt niet voor niets. En als je nu ook voelt, ja inderdaad, ik wil iets doen, ik wil iets doen. Kom alsjeblieft naar het Malieveld in Den Haag zondag. Dus dat is voor nu even de oproep. En durf ook gewoon je te laten zien daar. He, dus het innerlijk kind, he, waar die Mickey Mouse trui voor staat, die ook gewoon leuk blauw is, wat past weer bij mijn rok. Die staat ervoor dat je je gehoord mag voelen. He, dat je mag zeggen tegen je onderdrukkers: kijk naar mij. He, kijk echt naar mij. En luister echt naar mij. Want daar gaat het om. Dat ze echt nu eens naar ons gaan luisteren. Tot hier en niet verder. Dat is echt zo belangrijk. Tot hier en niet verder. We zijn er klaar mee.
En onderschat niet, want heel veel mensen hoor ik zeggen, ja, maar we zijn met zo weinig, we zijn met zo weinig. Als 1%, hè, dat is de Illuminati, de Deep State, de Kabal, hoe je ze wil noemen, dat schijnt 1% te zijn van de wereldbevolking. Ondertussen zijn wij met meer dan 1%, daar ben ik wel van overtuigd, misschien 15%. Dan kunnen wij toch alles omturnen, dan kunnen wij toch die onderdrukking, die macht, die alles wat zij kapot hebben gemaakt, kunnen wij toch omturnen, hè, naar liefde, naar overvloed. En naar alles weer vrij beschikbaar voor iedereen. Ik geloof daarin. En dit is nu het moment. Dus ik hoop echt dat jullie daar mee gaan doen. Dus dat je je vriendinnen en vrienden en iedereen optrommelt. Zondag is het ook Vaderdag. Geen beter moment om, hè, de man alleen met de kinderen thuis te laten en als vrouw ook naar het Malieveld te komen. We doen dit samen, sisters. Echt. En ook al vind je het spannend, ga gewoon door dat gevoel. Oh ja, ik vind het spannend. Maar doorvoel dat gewoon. Het mag er gewoon zijn. Niet wegstoppen. Voel gewoon inderdaad. Oh ja, dat vind ik spannend. Nou, het is ook spannend. Maar verder gaan we er gewoon een hele leuke dag van maken. We gaan gewoon mega hoge energie daar neerzetten. Ik heb een oproep gedaan om brassbands, dus Braziliaanse samba bands of percussiebands, daarheen te laten komen. Zodat we echt in die goede energie kunnen zitten. Ik ga zelf ook op het podium staan om een speech te geven. Dus ik verwacht echt als het nu nodig is. Als je één keer in je leven naar een demonstratie of een protest mag gaan, dan is het nu. Dat is echt nu het moment. Dus daar wil ik mee afsluiten. En ik zie een heleboel mensen. Inderdaad, oh ja, dit vind ik wel een goede Peter, demonstreren. Ik heb ook een hekel aan het woord manifesteren. We gaan het inderdaad manifesteren in plaats van demonstreren. Dat vind ik een heel mooi woord. Dus kom manifesteren, die nieuwe wereld, die creatie. We kunnen dit samen. En vooral vrouwen, wij hebben creatiekracht. Wij kunnen het leven geven zelfs. En soms kun je het nog niet zien, maar dat is toch precies hetzelfde als toen je zwanger was. He, toen je net hoorde dat je zwanger was, dan zie je het alleen op zo'n stick. Ja, nou, blijkbaar ben ik zwanger, maar je ziet niks, je voelt niks. En toch geloof je het. Ja, want er is iets in ontwikkeling. Het mannelijke en het vrouwelijke is samengekomen. En daardoor ben je zwanger. Dat is echt een super wonder, maar dat geloof je ook. En we moeten nog lang wachten. Pas na 3 maanden, 12 weken, krijg je je eerste echo. En dan ga je het bewijs krijgen dat er een nieuw leven aankomt. Maar dat mag je nu ook geloven. Er komt een nieuwe aarde aan. Maar die mogen we zelf gaan creëren. Er is niemand die ons komt redden. We kunnen ons alleen zelf redden. Dat is het verhaal. Het verhaal van de Neverending Story. Die jongen die dat boek leest en erachter komt dat hij onderdeel is van het verhaal. Wij zijn ook onderdeel van dit verhaal. Dus dat mogen we gaan beseffen. Niemand komt ons redden. Wij mogen onszelf gaan redden nu. Dat is de grootste les hier op aarde. Dus, kom zondag naar het Malieveld. Vanavond Miss Natural Talkshow. Om 8:30 praat ik met Ramon Walter. Ook over welke rol je speelt in deze wereld. En hij is ook getransformeerd inderdaad van de donkerwerker naar lichtwerker. Maar dat is gewoon de logische fases waar je doorheen gaat. Ik zal die video ook hieronder zetten welke 3 fases je doorloopt. Als je een bewustwordingsproces, een awakening, een ontwaking doormaakt. Ik zal ook nog een video eronder zetten, wel of niet demonstreren. Want als je echt nog innerlijke issues hebt, probeer dan echt eerst ook aan jezelf te werken. Want als je aan jezelf werkt, werk je ook voor het collectief. Maar het gaat erom dat we allemaal positiviteit nu in dat grid rondom de aarde gaan brengen. Zodat we dat tipping point bereiken, of dat 100 apen effect. Zodat het de rest in één keer doorziet wat er gebeurt. En ik geloof echt dat we daar dat zondag gaan meemaken, dat dat gaat gebeuren. En dat de mainstream media het ook oppikt. Ik zal daar ook aanwezig zijn met mijn team van Onafhankelijke Pers Nederland. Dus er zal verslag gedaan worden. Er zit hier een vlieg voor mijn hoofd. Maar het is zo belangrijk dat jullie er allemaal zijn, massaal. Mannen, vrouwen, opa's en oma's, maakt niet uit welke huidskleur. We gaan er een feest maken, we gaan inderdaad manifesteren. Dus de energie verhogen. En alles vanuit liefde en licht. Dus we hebben allemaal gewoon de vrolijke vibe en energie bij ons. Zullen we dat afspreken? Nou, ik ga elke dag hier nog over terugkomen. Donderdag nog tot slot. Donderdag ga ik ook nog manifesteren. Dit heb ik met Wouter Raadgever, kwam met dit idee. Ik zeg, ja, dat gaan we doen.
Dat heb ik een event voor aangemaakt in de groep Vaccinvrij, maar ook in Miss Natural Awakening. En dat is dat we gaan manifesteren om het pand van Janssen Vaccins in Leiden. Dus daar wordt het vaccin gemaakt. We hebben heel veel vaccins overgenomen door Johnson & Johnson. Dat is een hele grote partij in de vaccinindustrie. Dus daar wil ik gewoon een hele grote groep omheen gaan staan. En misschien kunnen we van dat lint meenemen, van het afzetlint, zodat we dat vast kunnen houden en 1,5 meter afstand kunnen houden. Maar gewoon daar gaan staan. Misschien gaan we iets zingen. Ik moet het nog even bedenken. Wil je meehelpen daarbij? Laat het me ook weten, want ik kan niet alles inderdaad alleen doen. Maar we gaan er ook verslag van maken voor Onafhankelijke Pers Nederland, zodat het ook naar buiten gaat komen. Van waarom staan al die mensen om het pand van Janssen? Van Johnson & Johnson, de vaccinfabrikant. Waarom staan we eromheen? Dus dat gaan we ook nog doen. Nou, ik wens je voor nu een hele fijne dag, mooie nieuwe week. En weet dat dit een week wordt van erop of eronder. En wij gaan manifesteren met z'n allen. Dankjewel voor het kijken.